heb een hoek eraan gemaakt, deze plank. En die wil ik namelijk aan mijn werkbank hangen. En even kijken, als ik hem nou omlaag laat zakken, staat hij dan staat hij op de grond. Ja. Ik heb hem ongeveer net zo hoog gemaakt als... En daar ga ik een klos aan maken die je verplaatsen kan. Zodat als ik hier in mijn werkbank... Kijk, en dat valt natuurlijk af. En dan moet je gewoon een... Zo. Dat maak je vast. Dan zit hij vast. En als ik hier nou een plaat in mijn werkbank heb en op die klos kan laten rusten. En als ik nou iets heb van een raam of zo die ik hier in wil klemmen langs de werkbank, dan moet ik hier een steuntje maken waar die op kan rusten. Als dit nou heel groot is, dan kan ik dat natuurlijk makkelijk verplaatsen. Er niet af. Dan kan je toch. Nou, als je het tot daar haalt, heb je natuurlijk die andere werkbank. Dat doet er niet zoveel toe. Je kan natuurlijk ook een houten klos maken, een plankje. Daar kan je ook mee vastklemmen. Je kan ook zelfs met een schroef of zo in je werkbank. Nou, alles maken zijn we voorzien. En nou wil ik hier van die hakkels in maken. En dan komt er een klosje door die hakkel er zo aan te hangen. Ik wil ook een klos maken die hier overheen sluit. Dat had ik al helemaal uitgedacht. Ik heb een mooi tekeningetje gemaakt. Ik weet niet of het te zien is. Maar dat... Ik wil dus een klos maken die eigenlijk 3 keer zo dik is als dit. Dat is 18, daar heb ik nog wel een stukje van liggen. Dus als ik 2... En dan krijg ik een gleuf die hier overheen gaat. Dus dat ga ik eventjes uitproberen. Hier nog een stuk van dat plank. Dus dan sluit die. Als ik dit nou de klos is... En die kan ik... Zoiets. En dan moet ik hierin een strookje van dezelfde lengte en dan smaller. En dan kan ik hier aan ergens een plaatje aluminium opmaken. Moet dit zo groot? Of, ja. Hier moet ik er 2 van hebben en een stukje voor ertussen. Dus 3 keer zo'n lengte. Ik lijm 3 laagjes op elkaar. En dan, dit is het gleufje waar hij dan een beetje invalt. Dat geeft een beetje stabiliteit, vind ik. En om het nou een beetje te fatsoeneren... Zou ik het zo schuin willen maken, zo. Nou, dat zagen we er later wel af. We gaan dat eerst met lijm aan elkaar schroeven. En dan... En als die lijm uitgehard is, haal ik die schroeven er weer uit. En dan kan ik schuin zagen. Ik kan ook hier een schroef. En dan kan ik het nu... Ja... Je kan natuurlijk ook zo schroeven dat je het gelijk kan afzagen. Deze kan wel. Even kijken of ik er nog een goed bitje voor heb. Ja.
nou wil ik hem zo schuin wegzetten. Mooi klosje. Maar nou, dan gaat dat een vrij stroef. Ik denk dat ik dat maar even een schaafje overheen haal. Nou moet ik hier een stevig ijzeren ding krijgen, dat ik hem los kan haken en naar boven kan. En dat had ik bedacht, als ik nou een rond aluminium pijpje, dan gaat dat draadend hier precies doorheen. Als ik dat hier inboor, dan kan dat draadend erin en ik kan dan vrij draaien. Dus ik hoef ga ik dat eerst hier inmaken. En dat is, nou dat zaag ik wel af als ik in ben, maar dan moet ik even weten hoe dik dat nou is, dat hij er strak in komt. Dat is 13 mm. Heb ik een boor van 13 mm, dan kan ik dat hier inboren. En dan kan dat, kijk, dit is de diepte van mijn gleuf. En hier ga ik hem dan boren, dat als hij hier zit, dat hij niet hiermee in conflict komt. Want als hij te hoog komt, dan komt hij hier weer mee. Hier moet die plaat op rusten. Zo, even op de kolomboor. Dan moet hij er zo ingeslagen worden. Maar hier. Kijk. En dan past dit er weer in. En dan kan hij lekker draaien. Wordt die mooi. Nou moet ik dus een lengte hebben voor dat staal. En ik denk dat ik een moer opdraai, dat draad gewoon kapot sla. En die moer er geforceerd opdraai, dat die blijft zitten. Dus als ik hier een moer heb. En daar komt het plaatje achter, dan moet ik daar aan de andere kant veel stiffie. Even kijken. Ik teken precies van die lengte af. En dan als ik hier nou dat staal plaats plus moer, dan is dat zoiets. Dan kom ik uit. Dus als ik hem hier afzaag, dan moet ik uitkomen. Thank you.
bedoeling is dat als je dat eraf haalt, dit moet ik echt soepeler maken, dat ik hem die ruimte heb om hem te verplaatsen. Dat is mooi. En dat is 10 die ik nou doe. Dat moet voorlopig genoeg zijn. Want dit is 10. Nou, dan hebben we nog 13. En dat zit in mijn boorkolom. Twee staalstrippen, even lang. Hier zo heb ik niets van die grote gaten erin gemaakt. Hier 13, omdat dat aluminium pijpje erin zat. Maar hier wil ik hem kaal erin zetten met een moer erop. En dat hij dan zo verplaatst kan worden. Even nog een paar moeren erbij pakken. Ik kan het ook meten hoeveel dat ik nog nodig heb. Ik heb zo'n 8,5 centimeter heb ik nodig. Dat is hier ruim ernaast. Losmaken en verplaatsen naar de volgende inkeping en dan gaat hij naar beneden en dan druk ik hem aan en dan kan hij daarop staan. Nou, en die moeren die maak ik zo dat hij dat draad sla ik een beetje kapot en dan blijft hij op zijn plek zitten. Dat is er niet afrollen. En dit hele ding, niet zo groot, dan kan je onder je werkbank leggen. Dan heb je hem altijd in de buurt. De decoupeerzaak niet zo gauw vinden, die liggen in mijn auto, geloof ik.
doe ik het maar met de gewone handzaag. Hier moet hij nog wat afgedaan worden, dat hij makkelijker erin en eruit gaat. Hier gaat het ook strak. Maar, en dan kan het hier op de werkbank.